16 jaar, 17. Nee, dat. Kijk je nog wel eens aan die documentaire en denk je niet van, wow, was ik dit? Of ben je dat nog steeds? Broer, alles wat, wat nog daarvoor was gebeurd, is nog erger. Kan je je eens voorstellen hoe erg dat was? Dus mijn jeugd was gewoon bizar. Man, er kwamen op camera's van je met polletjes. Broer, dat was standaard, dat stelde niks voor. Dat stelde echt niks voor. Maar wat ik je zeg, zeg maar... Broer, wild man. Ja, maar het is wel echt de jeugd nu. Die probeert ook allemaal zo'n leventje te leiden. Hè? Maar het bestaat niet eens meer. Ja. Bijna niet. Ja. Dat moet ze ook niet opgaan, toch? Nee, maar het was... Nee, man. En wat voor les zou je de jongeren nu kunnen meegeven die allemaal straat zijn en allemaal op die pad zijn? Ik ga ze niks zeggen, bro. Dan ga ik eerlijk gewoon. Deze wereld is toen een duivel. Je weet toch? Zolang Jezus niet terugkomt in deze wereld van de duivel, je weet toch? Zijn bezit, zijn speelding. We leven in de meest materialistische tijd ever, broer. Zolang dat speelt, dan gaan iedere dag criminelen geboren worden, snap je? Die kinderen tegenwoordig worden helemaal gek gemaakt, man. Door wat? Door wat? Door alles, broer. Weet je? En ze kijken op naar mensen. Ze kijken vaak op naar mensen en uit de 10%. Hey? Wat is dat? Naar de mensen uit de 6%. Je kan wel naar een boef kijken of naar een hele kleine, maar het is maar 6% van heel die shit, bro. Het is van heel Nederland, bro. Snap je? Dus je toch? Misschien moet je naar een andere percentage beginnen te kijken, just to get. Je toch? Dus die mensen. Deze kinderen zijn zo. We leven in een tijd van hip-hop muziek, materialisme. Weet je? Wat weet je van hip-hop muziek? Fashion. Als je zo kijkt naar de hip-hop scene nu. Dat is geen hip-hop meer, toch? Het is gewoon. Ja, kom op, dat is geen hip-hop. Het is gewoon. Het is popmuziek. Het is popmuziek. Wat is het verschil tussen pop en hip-hop? Nou. Pop staat voor populariteitsmuziek. Hip-hop was gewoon hip-hop, dus van rap. Dus message overbrengen. Ja, toch? Message en culture, et cetera, et cetera. Wat nu gebeurt, heeft niks met rap te maken. Ze spit op beat. En daar stopt het op. We leven in een tijd dat je genomineerd kan worden als beste rapper samen met Busy ofzo. Nee, dat is kapot, bro. Kan dat boos om worden? Ik weet dat er wel een boosheid in je heerst. Nee, ik kan niet boos worden meer om dat. Ik kan niet boos worden om... Ja, je kan niet boos worden. Waarom moet je boos worden? Het is een business, toch? Het werk voor een aantal mensen. Ben je wel eens emotioneel? Wanneer was het laatste dat je hebt gehuild? Ik hou wel, hoor. Vaak uit woede. Maar ik hou wel. Ik denk zelf ook, ja. Wanneer was het laatste en waarom? Ik hou over veel dingen, hoor. Wat? Over spijtgevoelens of... Serieus? Serieus? Hoezo? Je lijkt zo'n stoere gozer die nooit huilt of zo, man. Nee, maar hoor, hij is wat... Broer. Echte mannen huilen, broer. Gangsters huilen, broer. Heb je deze week nog gehuild? Nee. Maar huilen is zeg maar... Broer. Huilen. Ten eerste, ik vind huilen geen schande. Tweede. Huilen wil niet altijd zeggen... Het is zwak, hè. Ik kan huilen en jou doodmaken at the same time. We hebben het over, weet je toch?
Huil is een emotie. Maar je zei spijt, waar heb je dan spijt van, waar je dan hebt gehuild? Hoe is een bepaalde liefde bereikt? Een bepaalde liefde bereikt. Kijk, over dingen nadenken, weet je toch? Sorry, maar ik wil je wel echt, ik wil je wel begrijpen. Wat zei je nog een keer? Als je een bepaalde leeftijd bereikt, ja. Sorry, ik was ook aan met eten omhoog, dan ga je over dingen nadenken. Ja. Ja. Zoals? Dat is een klein voorbeeld. Ik kom weer terug op die trap van je. Het zijn een grote spijtmomenten, bro. Waar ik niet door heb gezet. Waar ik op heb gegeven. Waar ik schaamte voelde. True. Of waar ik beter moest doen. Of waar ik harder mijn best moest doen. Ik kom uit een hele andere. Ik kom uit een. Ik was die. De enige in mijn soort, toch? Met al die kritiek en alle tories en alle dingen verder. Je hebt ook echt wat doorstaan, man. Ja, toch? Mensen altijd. Heeft dat jou gevormd? Tuurlijk, mensen altijd heel makkelijk over. Broer, jij hebt nog nooit een slechte media nieuws meegemaakt. Moet je je voorstellen dat dat gebeurt. Iedereen komt. Je kan je niet eens voorstellen hoe dat voelt, man. Ik wel. Ik wel. Nee, niet zo. Ik ben ook echt gehaat, hè, bro. Ik ben ook echt. Ja, maar kijk. Die mensen die op jou haat, die haten gewoon nonsens. Snap je, bro? Die omdat ze je niet begrijpen. Dat is het. Mensen haten mij gewoon. Mensen denken dat ik een onderdeel van hun leven ben, bro. Kijk, zoals dat komt in. Maar het doet wel wat met je, want die reageert ook heel vaak. Tuurlijk, kijk, ik ken je niet eens. Wat is jammer dit te maken om mee, broer? Mensen achter mij. Waarom geen broer? Niet verkeerd bedoeld, hè? Jij bent een Turk, broer. Jij bent een Antis, weet je wel? Ik kom uit Moesel-West, hè? Ik ben opgegroeid met Turk, hè, broer. You don't take shit from nobody, bro. Je weet toch? Je weet het, broer. Ik ken. Bijna geen Turks, maar ik heb bijna alle Turkse scheldwoorden, broer. Snap je wat ik bedoel, broer? Dan weet je hoe laat het is, broer. Maak geen grap. Dit zeg ik ook altijd tegen alle artiesten. Tegen alle niggas. Ik zeg, wanneer de camera aan is, dan veranderen jullie. Ik ken die verandert niet, broer. Ja, verandert echt niet aan. Ik verander niet. Echt niet, man. Jullie passen jullie aan voor de camera en zo de hele fucking dag. Ik doe die shit niet, broer. Veel mensen denken dat ze ons kennen, maar ze maken het fout tussen herkennen en kennen. Ja, broer. Ze herkennen, maar ze kennen je niet. En dan komen ze nog van, ja, dit beter moeten doen. Of je had zo kunnen reageren op die interview. Of je had dit moeten doen. Alsof ze je kennen, toch? Dat is het ergste verkeerste ik vind van dit land. Iemand, ik had laatst iets gepost of iemand zei tegen mij. Ze zegt, ja, maar dan moet je het niet posten. Jij roept zo'n reactie uit als je dat post. Hé, nee, ik wil gewoon dit posten. Er stond ook niet in de caption, wat is jouw reactie hierop? Wat vind jij hiervan? Dat stond er niet. Ik wil gewoon iets posten. En mensen denken, vinden, dat als je iets post, dat mensen een mening erover moeten hebben. Daar is social media niet op gebaseerd, broer. Mensen denken tegenwoordig dat ze op alles een mening moeten hebben. En mogen hebben. Maar dan probeer ik je uit te leggen, dit is wat ik precies. Daarom word ik shaitan. Daarom word ik flip gemaakt. Iedereen denkt een mening te kunnen hebben over iets en alles. Maat, ik kom van de straat. Ik durf jou te garanderen, ik durf mijn hand in het vuur te stellen. Als ik nou op straat loop, heb je niet dezelfde vraag of dezelfde dingen in mijn gezicht gaat zeggen, vriend. Dus wat jij niet tegen mij op straat gaat zeggen, moet je niet op de social media tegen mij zeggen. Niet eens voor de grap. Snap je? Want de helft van jullie frikandelle idioten zien eruit als 13-jarige chappies. Jullie moeten respect hebben, broer. Interesseert me niet of het social is of wat dan ook, dit en dat. Wat jij niet in mijn gezicht zegt, moet je niet op de social gooien, gewoon. Jij ziet hoe we op straat lopen, broer. Niemand spreekt mij aan, je hebt niks tegen mij te zeggen, broer. Als ik echt met jou op straat ga lopen, je gaat op mensen zo zien doen. Wegkijken en zo. Ik ben het gewend dat ik gewoon tegen mijn vrouw zeg, ik vind niet fijn als mensen altijd zo wegkijken en zo. Maar op social ben je zo breed, broer. Nooit maak ik die dingen mee in real life, broer. Tuurlijk word ik flippen, weet. Snap je?
Want jij bent façade, je bent nep. Je bent lucht. Snap je? Het is vervelend. En jouw lucht, wat jij publiciteert, wat jij opengooit, laat die andere lucht, motherfuckers, ook op happen en likes gooien en zo. Wat is dit? Nee toch? Je mag alles tegen mij zeggen. Alles mag je tegen mij in mijn gezicht. Snap je? Je mag alles doen. Zeg het! Dat ik pedo ben en de kanker leid met een junk in mijn gezicht. Snap je? Dan zie ik het niet, dan hoor ik het niet. Snap je? Dat is niet man, bro. Ik kan niet daarmee. Ik zeg wat ik denk. Anytime of the fucking day. Anytime of the day, that's the difference between us. En daarom, ik vind mij, een beetje mensen gaan dat campje bij deze. Ik vind persoonlijk, niet eens verkeerd aan de rest van de wereld, ik vind mij een van de realste motherfuckers alive. Gewoon omdat ik gewoon. Ik ben iets eerder. Ik kom zoals ik ben. Soms is dat goed, soms is dat niet goed. De ene keer, valt het goed, valt het niet goed. Maar, ik weet dat ik dingen zeg of dingen doe. Weet je wat 80% van Nederland ook doet. Maar, hun zijn er niet op gepakt. Je weet toch? Of hun. Snap je wat ik bedoel? Zo. In deze wereld leven ik. Wij leven in een wereld dat. Jij sowieso één familielid, één vriend, één iemand hebt die jij kent, die dezelfde shit als Campy doet, bro. En als ik het doe, dan lijkt het zo'n hele tory. En dat is alleen maar jij die het kent, en zo ken ik nog iedereen kent een Campy. Maar alleen Campy is de dupe van al dat Campy shit. What the fuck is hier aan de hand, bro? Dus als ik in de Jari zit voor de delicten, bro, zit ik daar in de Jari met 100 andere motherfuckers met dezelfde delict. Turk, blank, Chinees, geel, dik, dun. Ja. Yeah. Campy is de stem van de straat, broer. Ik vertegenwoordig mensen. Ik vertegenwoordig de straat. Ik vertegenwoordig mensen zonder stem. Ik vertegenwoordig niet niks. Ik vertegenwoordig een hoop mensen. Dus als ik fouten maak, vertegenwoordig de mensen die ook fouten maken. Je understand wat ik zeg? Het is niet één persoon. Ik vertegenwoordig een hele hoop gedetineerden. Een hele hoop dealers, een hele hoop junkies, een hele hoop alles. Snap je? Het is niet één persoon. Waarom denken ze dat ze mijn muziek luisteren met tijdloos zeggen scam? Oh ja, ik is tegen leed. Als ik de enige idioot, de motherfucker was die dit zou denken of zou zeggen, of ik, dat was mijn muziek niks waard. Dat was gewoon geen legend. Snap je? Dat was er geen Campy. Dus, waar hebben we het hier over? Ik ben de realist motherfucker, ik ben de straatbroer, ik ben de vertegenwoordiging van de straat. Ik ben dat wat mensen niet willen horen. Ik vertegenwoordig, ik ben de stem voor die mensen die geen stem hebben. Ik praat voor de junkies, ik praat voor de prostituees, ik praat voor de dealers. Want ik ben met hen opgegroeid, snap je? Ik zat tussen hun. En hebben me op handen gedragen, mijn eerste tapes, mijn eerste muziek, mijn eerste carrière dingen, mijn eerste dingen. Weet je toch? Waren hun daar in de straat blij voor mij toen ik in de gevangenis aan het klappen. Campy, vergeet die dingen niet, broer. Waren de junkies op straat. Campy, ik ben goed bezig, man, ik schrijf tv. Hun hebben mij gedragen, je understand? De dealers. Oh, man, oh, Campy, rabia, respect. Hun. Niet deze idiote, blanke motherfuckers van 14 jaar die mij op social media wil komen vertellen, vriend. Ik heb niks van mijn leven, man. Waar ik vandaan kom, niks gingen dood daar te plekken op de motherfucking blog, broer. Waar heb je het over, man? Do or die. Zit je daar achter jouw telefoon met jouw Gucci schoenen die je van je moeder hebt gekocht. Ik liep zonder fetus onder mijn schoenen, man, broer. Ik werd 3 keer in de week gearresteerd, broer. Ik droeg geen fetus meer in mijn schoenen, met gewoon zoveel gearresteerd. Ik werd moe van die fetus erin gooien. Waar heb je het over? Om hier praten over mij. Ga weg, man. Met je comments en al je shit. Je weet niks van niks, man. Je weet niks van armoede. Je weet niks van pijn. Je weet niks van stress. Je weet niks, man. Van opgroeien in een gezin van 7 kinderen. Wat weet je daarvan, bro? Op slaap op de grond. Langs elkaar en zo. Iedere dag die koude koelkast open en shit is leeg. Ze weten niks, man. Dat maakt je al shit aan. Ik ging naar Skorrel zonder beleg en zo. Zonder brood, zonder niks, broer. Wat heb je tover, man? Ja, broer. Ik kan me dat niet voorstellen. Broer, geen biken en zo, man. Geen biken, ik moest kanker verwakken en zo, man. Gekke dingen, broer. Reality shit, man. Reality. Die mensen weten niks, man. Het is niet eens om aandacht te vragen of om emotie. Niks van die dingen, man. Ik praat hier niet over die dingen. Die dingen zijn niet relevant. Maar om dingen te nemen van 14-jarige motherfuckers, zulke shit te nemen, broer. Denk wie de fuck ben jij? Ik kom van ver, broer. Ik kom van ver. Ben je gek? Ik neem niemand helemaal, dan negeer ik. Ik negeer niks. Ben je gek, weet je wie ik ben? Snap je? Ik denk dat deze, dat al mijn lyrics patoes maken, dat Campy zoveel stress een grapje was. Dat is mijn pijn, dat zijn mijn emoties, man. Dat zijn mijn echte
echte pijn. Op mijn pokus altijd emoties. Autobiografie. Wie de fuck zijn deze idioten om iets over mij te zeggen? Ga je daar keer jouw warme bed liggen? Moeder heeft jou eten gemaakt. Dit en dat keertje. Ja, heb je het over, man. Ik kom van hell and back. Niet één keer, hè. Als ik in de gevangenis kom, moet ik me 100.000 keer weer bewijzen, broer. Als campy zijn die de game heeft gemaakt, broer. De eerste met miljoenen views. De eerste die alles heb gedaan. Moet ik me weer bewijzen. Alsof ik het nog nooit heb gedaan. Dat is wat ik in ga, broer. Wat zijn al deze mensen tof? Niet 1 jaar, 2 jaar, 3, 4, 5. Hoeveel detenties lang al, broer? Ik ben een fucking survivor, broer. Echte soldaat, strijder. Wat heb je het over? Vanaf jong. Jeugdgevangenissen, internaten, armoede, gevangenissen. In mijn carrière, back to forth, waar al die andere niggas gingen blowen. Op de shit wat ik deur heb opengemaakt. Niggas hebben niet eens respect voor de deur die ik heb opengemaakt. Niks van die dingen, man. Wat heb je het over, man? Ik ben een strijder dat ik hier nog ben. Moet je handelen, moet je zeggen, hele fucking dag. Iedere dag als je mij ziet, moet je dat zeggen, handelen, dat ik een campier is. Je survived. Dat moet je zeggen. Alles heb ik overleefd. Distracts, beefs, jaris, politie. Wat moet ik nog overleven, broer? Jullie zijn niet zijn de helft van mij, man. Nu praat ik nee, kom me zeggen wat ik moet doen en hoe ik het moet doen, dit, dat. Jullie hebben niks gedaan in deze leven, man. Het zit nog op je score. De kans dat jij nog iemand gaat niemand gaat zijn is bijna 1 miljoen. Want iedereen heeft altijd ambities, maar hoeveel niks gaan maken? Die 10% waar ik het over had, dus die 6%, dat is waar de wereld over draait. Je understand? Dus al deze motherfuckers met hun comments, die en hebben niet hun droom geleefd. En hebben niet hun... Niks van die dingen, bro. En waar ik vandaan kom, is dat een hele prestatie. Je weet toch? Nu, als ik terug naar mijn stad kom, ik moet fris goed daar in mijn buurt zien. Die man komt niet van die buurt. Ik was de eerste die Eindhoven heb gerept, eindje crème op de kaart heb gezet, bro. De eerste met gouden plaat. Die man heeft niet eens 1 gouden plaat. Jullie plakken die man daar kankergroot in. Ja, ik denk, dat is respect en de laatste shit. Stel je bedoel, bro. Dus, nee, man, ik kan uren doorgaan, man. Ik hoef niks te pikken van niemand. Want ik heb heel veel dingen gedaan en mensen geven eens credits. Ik hoef niet... Ik ben niet hier gekomen om voorbeeldvingers te zijn of niks. Nee, ik was hier gekomen om muziek te maken. Daarmee de best motherfucking music van 10 jaar geleden die je nog steeds aan kan luisteren. Dat betekent dus tijdloos. Over 10 jaar gaan we geen tjong 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 tjong. Dit is een andere trein. Gaan we niet luisteren, broer. Zo, iets moet je me gewoon mijn credits voor geven. Dat iets doe ik wel goed, je understand? Dat is wat ik voel. Ik kom uit die shit ervaar. Man. Life, I guess. Dat is some deep shit, man. Mensen zijn niet real, man. Die voelde ik in mijn hart al. Maar bedoel, mensen zijn niet real, man. Mensen zijn niet real. Weet je wel? Ik doe heel veel criminele dingen, rare dingen, whatever. Echt waar. Ik kom er ook vooruit. Je bent niet schijnheilig. Ja. Ik zag de dingen. Is misschien. Komt het bruut of broeien. Ja, we zijn net op praten op iets. Oh, zeg je dat dan gewoon zo? Ja, wat moet ik dan doen? Mooi gaan maken, sugarcoat shit, en zeggen dat hoe het is, wat het niet zo is. Ik doe dat niet aan mee, bro. Ik zeg gewoon precies wat ik denk. Hoe ik voel, als ik erbij kan kijken, ik kan tekenen of liever. Ja. Maar nu, ben je nu gelukkig op dit moment? Ja, wat gezegd? Met je leven? Als je onderweg bent, dan is het nog geen geluk, toch? Dan ben je onderweg naar geluk, toch? Nee. Ben je nog op zoek naar? Een soort van. Ben je op zoek, broer? We zijn op zoek. We zijn nu ons aan het ontdekken, toch? Nieuwe manier van vaderschap gaan gaan. Nieuwe leven van sporten. Weet je toch? Nieuwe alles. Islam. Ramadan. Weet je wel. Je bent gewoon voor het ware je leven gewoon weer op te pakken. Ja toch? In de positieve zin. Ja man. Een beetje laat dan nooit. Ja man, daar zit ik nu. Het enige wat ik wil is dat ik ooit gewoon, weet je, inshallah gewoon rust in mijn leven vind. Daar ben ik wel tevreden, weet je. Wat geld kan verdienen met dingen wat ik leuk vind, mensen hoef ik niet te hebben. Daar ben ik wel tevreden, weet je toch? Ja. En wat kunnen mensen nog van je verwachten? Heel veel, man. Ik ga heel gepassioneerd, ga ik nog aan de slag gaan. Ik ga heel veel toffe dingen doen, heel veel toffe dingen creëren. Mensen moeten begrijpen dat Campy te gepassioneerd is. En onbreekbaar, ontembaar. Zolang God mij gezondheid geeft en ik deze passie draag, dan kunnen mensen van alles van mij verwachten, man. Echt alles.
Ik doe tegenwoordig ook alleen maar wat ik leuk vind. Ja, ik maak films. Maak clips. Ik ga zelfs kickboksen, hoor. I don't give a fuck. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Nu op dit moment denk je, ja. Ik doe alleen wat ik leuk vind. Iemand zit tegen mij, oh Campy, ben je nu personal trainer? Ik zeg tegen hem, bro, ik doe alleen wat ik leuk vind. Ja, dus als ik vandaag, morgen personal trainer wil zijn, doe ik dat. Ja. Ja, en dan volgende maand wil ik iets anders doen. I don't care, man. Ik weet dat ik heel creatief ben, heel veel dingen kan. En ik heb heel veel dingen ook zelf gecreëerd. Weet je, mijn eigen programma's als Campy de deur uit en weten mensen allemaal niet, maar dat zijn allemaal dingen wat ik zelf heb gedaan. Ik heb ook heel veel clips zelf geschoten of zelf gemaakt of zelf gecreëerd, dezelfde ideeën neergezet, dezelfde concepten. Ik ben een creatieve guy, dus alles kunnen mensen van mij verwachten. Bro, ik heb nog één kleine vraagje. Ja. Waarom heb je eigenlijk meegedaan met mijn programma? Want het is wel iets persoonlijks en ja, het is toch wel een stap die je zet. Waarom ik? Je ging me al lang vragen. Ja. Dat is wel het enige wat zeker is, maar... Eén keer voor achterbuurten. Daarna vorig jaar was er met gast als ik je gevraagd. Mm-hmm. En dit jaar weer. En dit jaar is het me gelukt. Ja, ik was er sowieso nog niet klaar voor, man. Oké, dat was het dus. En ik denk volgend jaar, dan ben ik op mijn allerbeste. Nu was het eventjes, zeg maar, weet toch, aftasten zo. Mag ik volgend jaar ook volgen? Ja, tuurlijk, man. Dan was het even aftasten. Maar... Maar dan gaan we het goed pakken. Dan gaan we samen fietsen en zo, dit en dat, weet je toch? Ik krijg gewoon relax. Cool, man. Thanks dat je hebt meegedaan, bro. Ja, en waar kunnen ze album en hoe kunnen ze album streamen? Streamen? Hij is geen streamen, want hij is niet. We krijgen veel cd, hè? Ja. Hey. Dat doen ze niet meer. Nee, je kan het gewoon streamen. Ompie kicken, check die shit. Het is een masterpiece. Ik heb er hard aan gewerkt. Het is opgedragen van mijn oom. En dat is de moeite waard om te checken. Autobiografisch. Yes. Thanks, man, bro. Ik zet het in de bio, mensen. Assalamu alaikum. Jullie komt salam, bro.